Goedemorgen, ik heet u allen van harte welkom bij de kerkdienst van deze zondag, zoals die uitgezonden wordt via de televisie. Het is 3 mei, kerkelijk gezien heet deze zondag Jubilate, maar op de kalender van de wereld is het de zondag tussen Koningsdag, wat Nederland betreft althans, en de beladen dagen van 4 en 5 mei. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd en toen in een soort euforie is in de kerken God gedankt voor die bevrijding. Daar denken we deze zondag eens dieper met elkaar over na. Laten we ons voorbereiden op de viering door een moment stil te zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus, de Christus. Amen. Laten wij bidden. Heer onze God, Schepper van de hemel en de aarde. We hebben het allang achter ons, 40-45. De bezetting, de wegvoeringen, Dachau en Auschwitz. Allang achter ons, Normandië en de Ardennen. Allang hebben we het achter ons, die bommen op Hiroshima en Nagasaki, de onmenselijkheid en het grote slachten. U die Israël bevrijdde uit Egypte, via de uittocht en de doortocht door de zee, de tocht door de woestijn en de intocht in het land van belofte, voor welke mensen was u de bevrijder en voor wie de engel des doods?
Wie wijst uw daden aan in de tijd? Er zijn er die juichen om wat u deed. Er zijn er die zich afvragen waar u was. Bij de deuren van de trein, op de fusilladeplaats, bij het kind toen het weggerukt werd van haar ouders. Waar was u? En hoe zult u met ons zijn in onze verwarring? In de harten van wie zich misgingen en van hen die alles en iedereen verloren. Hoe bent u onze God? Heer, hoor ons gebed. Laten we in gesprek gaan met God. Laat ons bidden. Heer, God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, die het licht van uw waarheid laat schijnen over hen die dwalen, opdat zij opnieuw de weg naar de gerechtigheid mogen vinden. Wij bidden u, leer ons te luisteren naar uw stem van de goede herder, Jezus, uw Zoon, opdat wij niet verdwalen in de gedachten van de wereld, maar de weg gaan waarop Hij ons voorgaat. Amen. We lezen uit de Bijbel, uit het boek Psalmen, het 9e psalm. Ik wil u loven, Heer, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste, nu mijn vijanden terugdeinzen, ten val komen en onder uw blik vergaan. Want u hebt mijn rechten verdedigd. U nam plaats op uw zetel, rechtvaardige rechter. U hebt volken bedreigd, goddelozen omgebracht, hun namen uitgewist voor eeuwig. De vijanden zijn verslagen, uit de herinnering verdwenen. U vaagde hun steden weg, ruïnes voor altijd. Zo vergaat het hun. Maar de Heer zetelt voor eeuwig. Zijn rechterstoel staat onwrikbaar vast. Hij bestuurt de wereld naar recht en wet. Alle volken berecht hij eerlijk. Mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen.
U verlaat niet wie u zoeken, Heer. Zing voor de Heer die zetelt op de Zion. Maak aan de volken zijn daden bekend. Hij wreekt vergoten bloed, gedenkt de doden. De noodkreet van de nederigen vergeet hij niet. Sta op, Heer. Laat uw macht niet aan mensen. Mogen de volken berecht worden in uw aanwezigheid. Jaagt ze angst aan, Heer. Zij moeten weten dat zij mensen zijn. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Lezing uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het gedeelte uit het 10e hoofdstuk. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders binnenklimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Woord van de Heer. Wij danken God.
Gemeente van Christus, ik wil op deze bijzondere zondag een gedachte aan u voorleggen. Werd in de kerken en daarbuiten in 1945 terecht God spontaan gedankt voor de bevrijding van het Duitse juk? Die vraag. Anders gesteld misschien, waren de puinhopen van Keulen, Dresden, Hamburg het resultaat van een door God over Duitsland geveld vonnis? Nog weer anders gesteld, het verbreken van de Duitse macht, was het een antwoord van de hemel op de vanaf de aarde door de mensen opgezonden gebeden? Mag je er zo over denken? De dichter van Psalm 9 die zegt dat je er zo over mag denken. En niet alleen denken, je mag het zelfs zo zeggen tegen de persoon in kwestie zelf, God. Hij schrijft, en ik haal even zijn tekst erbij, hij schrijft: ik wil vrolijk zijn, ik wil u toejuichen, Allerhoogste, nu mijn vijanden onder uw blik vergaan. U hebt goddelozen omgebracht, hun namen uitgewist voor eeuwig. U vaagde hun steden weg, ruïnes. En in 1945 kon je dat dus met eigen ogen zien. Keulen, Dresden, Hamburg. Tegenwoordig zijn wij huiverig om God te verbinden met dit soort realiteiten. Want onder de puinhopen, daar liggen mensen. En kleine kinderen gaan ten onder met het kwaad van de oude. We houden God liever schoon van de smurrie van de geschiedenis. Van alle rampzaligheid en van alle gemeenheid en van alle kwaad dat in die geschiedenis meespeelt. God heeft daar niet mee te maken. Maar kun je dat werkelijk zo willen zeggen? Wil je dat werkelijk zo volhouden dat God niet te maken heeft met deze gebeurtenissen in de geschiedenis? Die vraag. In februari 1943 capituleren de Duitsers bij Stalingrad. In september 1943 landen de geallieerden in het zuiden van Italië. Dan later in 1944, 6 juni, nou bijna 76 jaar geleden, de landing in Normandië. D-Day, dat is de dag die symbolisch komen te staan voor heel de bevrijding van West-Europa. Aangevoerd met landingsvoertuigen en neergelaten vanuit de lucht, dalen tienduizenden soldaten richting de kust met een poging om die hele kuststrook te bevrijden van de vijand. De avond tevoren gaat de opperbevelhebber Eisenhower bij de troepen langs die de grootste klappen zullen krijgen. En hij kijkt die mannen in het gezicht en hij weet: de meeste van deze mannen die zijn morgen dood. En die mannen die weten dat ergens zelf ook wel. Zij die je kunnen navertellen, die spreken van de angst. Angst die bezit van hen neemt, die als een deken over hen heen komt te liggen. Ja. En ze zijn bang, zoals alle mensen bang zijn om te sterven. En sterven, dat doen ze en masse. Ze verdrinken in de zee, ze raken bekneld. Ze worden getroffen door een kogel, stappen op mijnen. Een granaat maakt een eind aan hun leven. En zo zijn die mannen daar allemaal jonge mensen. De opoffering zou je kunnen zeggen, uit naastenliefde, gedreven om ons te bevrijden, maar misschien ook aangetrokken door de romantiek van het uniform. Misschien jongens van het platteland die niet beter wisten, of verplicht door een regering om te gaan, maar hoe dat ook zij, in de oorlog is alles door elkaar heen natuurlijk, maar hoe dat ook zij, ze zijn er en ze gaan op die 6e juni. Mensen, stuk voor stuk mensen. Mensen met familie thuis. Mensen die zich iets van het leven hebben voorgesteld. Mensen met angst, rillend van ellende, gaan ze op weg naar de kust, op weg naar de hel. Volwassen kerels, maar ze roepen om hun moedertje en ze roepen tot God. Maar God zou daar dan dus
geen interesse in hebben, daar niks mee te maken hebben. Hij maakt zijn handen niet vuil aan de geschiedenis. Hoogstens leunt hij vanuit zijn hemelse vensterbank, kijkt hij omlaag en hij denkt, ach, kijk daar beneden, daar zijn ze alweer aan het vechten. En hij draait zich om en hij schenkt voor zichzelf nog wat koffie in. Zo zou God dan zijn. Die psalmdichter, dat hebben we gehoord, die ziet God heel anders. God is een God van actie, hij bemoeit zich met de feitelijke gang van zaken. Hij hoort de roep van de verdrukte, hij reageert daarop. Hij bestijgt zijn zetel als rechter, hij velt zijn vonnis en hij brengt dat vonnis ten uitvoer. En in 1945 dankten wij dus spontaan God voor de bevrijding die hij in ons land had gebracht. 12 jaar eerder, toen was God ook gedankt, ook voor een gebeurtenis in de geschiedenis. De Duitse christen dankten God voor de komst van Adolf Hitler. Een bekende theoloog, Kietel heette die, ik haal even zijn tekst erbij, die schreef in die dagen, ik lees het voor, is God wel in Mozes' tijd, maar niet in onze tijd de Heer van de geschiedenis? En is 1933, gezien de moeilijkheden waarin het Duitse volk verkeerde, dan niet te verstaan als een reddende daad van God? We zijn God dankbaar dat Hij als Heer der geschiedenis ons volk in Adolf Hitler een redder uit nood heeft geschonken. De verbondenheid met hem, met Hitler, is dan ook ten diepste gehoorzaamheid aan het gebod van God. Ja. Nou, deze theoloog heeft het misschien goed bedoeld en wat hij zegt, dat klinkt ook nog wel vroom, maar in feite was er een coup gepleegd in zijn ziel. De Führer in plaats van de goede herder. Loopt echter niet iedereen die de geschiedenis wil duiden eenzelfde risico? En zo ook degene die D-Day wil verstaan als een daad van God, als een actie waar God voor te danken is. Want wat weten wij er in feite van af? Wij zijn maar mensen. Wie trekt Gods sporen na in de geschiedenis? Wie wijst aan wat zijn daden zijn? Helmut Gollwitzer, wederom een Duitse theoloog, die vocht aan het Oostfront. En na de oorlog brengt hij nog 5 jaar door in Russische gevangeniskampen, als krijgsgevangenen. Maar hij vertelt als hij weer terugkomt in Duitsland dat op het moment dat ze werden teruggedrongen door de Russen, dan komt hij op een gegeven moment bij een boerderij. En de oude boerin die zegt dan tegen hem, de oude Duitse boerin, ik wist dat dit ging gebeuren. God straft ons voor ons kwaad. En ik heb ook gelezen dat men aan Bonhoeffer, de grote verzetscel, dat men aan Bonhoeffer vraagt in de eerste jaren van de oorlog, waar bid jij voor in deze tijden? En hij antwoordt dan, ik bid in deze tijden voor de nederlaag van mijn volk. Want alleen op die manier kan het boeten voor het kwaad dat het in de wereld heeft gebracht. Bij geen van deze gebeurtenissen kun je zeggen, daar staat een stempel op door God. De gelovige heeft niks in handen op grond waarvan hij feilloos de geschiedenis kan uitleggen tot op zijn diepste waarheid, tot op God toe. En toch hebben wij dat als volk wel gedaan, spontaan in 1945, in een religieuze roes, dankten wij God. Hij heeft ons bevrijd, riepen we. En de dichter van Psalm 9, dat hebben we gelezen, die denkt ook in dat stramien. In de ondergang van zijn vijanden ontwaart hij de reddende hand van God. Maar je vraagt je af met welk recht. Als we dan kijken naar zijn psalm, dan zie ik 2 duidelijke aanknopingspunten. Het eerste aanknopingspunt zit in een bepaalde regel, in de psalm zelf, maar ook in de geest van het hele lied. Hij schrijft, de noodkreet van de nederigen vergeet hij niet. Dat gaat over Gods karakter. De noodkreet van de nederigen vergeet hij niet. Zo heeft het volk God leren kennen, telkens weer in gebeurtenissen. God vergeet de noodkreet van de nederigen niet. En op grond daarvan
durft men dan te denken, te geloven, dat God opnieuw, als wij tot hem roepen, ons niet vergeten zal zijn. En in 4045 liften de christenen als het ware brutaal mee op deze gedachte van de psalm. In ieder geval, men bad tot de hemel, men bad de hemel plat zou je kunnen zeggen. Men riep in nood God om uitkomst uit de benarde situatie, om bevrijding. Het was een geloof onder hoge druk. Dan moet je niet op alle korreltjes zout, slakken zout leggen. Maar in 45, toen ging de deksel eraf. En toen was er de euforie en de vreugde. De ziel was niet meer te houden. En toen was er het directe besef, als het ware. De gebeden zijn verhoord. De bevrijding is gekomen. God zij dank. Er is nog een tweede aanknopingspunt. In de hele psalm. De psalm is namelijk een Israëlitisch lied. Het is dus een lied vanuit een volk wat weet heeft van een vorm van afspraak, een verband, een verbond van boven met beneden, van God en zijn mensen. En dus durfde dit volk vanuit dit besef de tijden, de gebeurtenissen, alles wat men meemaakte, te duiden. Precies wat we ook in de psalm hebben zien gebeuren. Maar je kunt je natuurlijk afvragen, had Nederland ook een afspraak met God? Had hij voor ons gekozen ooit en hadden wij dat gehoord en hebben wij daarop gereageerd? Hebben wij ja gezegd? Onze volkslied, het Wilhelmus, dat gaat daar wel vooruit. Lees dat hele lied maar eens door, dan zul je dat merken. Het gaat uit van een afspraak, een verbond boven en beneden. Je zou ook zo kunnen denken, sinds Servaas in de 4e eeuw, of als je later wil beginnen, sinds Willibrord in de 8e eeuw, valt Gods geest ons in Europa lastig met de verhalen over de Christus. Praat hij in op onze zielen, heeft in een uiterst moeizaam verlopen proces onze zielen veranderd, ons levensbesef beïnvloedt, onze kijk op de waarde van de mens. Onze fundamentele overtuiging dat er een eenheid is tussen alle mensen op deze aarde en dat ze in Gods ogen allen van dezelfde waarde zijn. In plaats van een vurer wordt ons een gekruisigde scharminkel als idool voorgehouden. En ware grootheid, dat is nederigheid. En je zou kunnen zeggen, als de geest dat in al die eeuwen met deze boodschap ons zo achter de broek heeft gezeten, dat er toch wel sprake is als zoiets van een afspraak van boven met beneden. Hij met ons en wij min of meer met hem. Maar goed, in tijden van nood kun je daar niet eindeloos over doorfilosoferen. Dan moet je op een gegeven moment een knoop doorhakken en je grijpt je vast aan wat je hebt en wat aan je houvast geeft. En zo ook aan die gedachte dat er een afspraak is: God, vaderland, Oranje. En zie, in 45 komt dat dan allemaal los en woelt het op uit de ziel en trekt de mist uit de harten op. En is er het klare zicht en weten we het even zeker. En in de volgelopen kerken dankte men God om de bevrijding. Ja, nou je moet het maar durven. Je moet het maar durven om God voor de bevrijding te danken. Want, eerste gedachte. Als je God dankt voor de bevrijding, verbind je God daarmee onvermijdelijk met een ontzagwekkend militair geweld. God gaat, zou je haast kunnen zeggen, letterlijk over lijken om ons te bevrijden. Ja. Nooit hoorde ik Gods toorn zo hevig. Dat zei Bonhoeffer in zijn cel toen de bommen van de geallieerden rond de gevangenis in Berlijn naar beneden kwamen. Nooit hoorde ik Gods toorn zo hevig. In de tweede plaats, als je God verbindt met 45, waarom verbind je hem dan niet met 40? En met de jaren ervoor, toen Nederland talloze vluchtende Joden bij de grens heeft tegengehouden. Hadden we toen ook aan God gedacht? En dan wel in 45 God danken voor de bevrijding. Nou, je moet maar durven. Ja. En dan nog een derde reden. Na 45, toen werden wij een rijk volk.
De God die de noodkreet van de nederigen niet vergeet, die hadden we toen niet meer nodig. Die werd ongezellig. Die zat ons alleen nog maar in de weg. Waarom komt u ons storen? Zo vat de dichter Willem-Jan Otte dat samen. Nee, er is maar één echt hoogstaand, werkelijk fundamenteel bezwaar tegen de gedachte dat God ons in 45 bevrijdde. Tegen het godsbeeld dat wij ook in Psalm 9 tegenkomen. Het enige echte hoogstaande, werkelijk doorslaggevende bezwaar zou kunnen zijn de doden. De mensen die zijn weggevoerd en niet meer teruggekeerd. En die van het Joodse volk in het bijzonder. Waar was God? Die vraag, waar was God? En alles wat achter die vraag aan beklemmende gedachten en verwarring verborgen zit. Ik zei al, je moet maar durven God danken om de bevrijding. Ik zeg niet, het is verkeerd om God te danken om de bevrijding. Ik zeg alleen, weet wat je doet als je God dankt om de bevrijding. De schrijver Tom Holland, die in één groot epos tekent hoe Europa en het christendom zijn samengegaan en hoe dat christendom in Europa onze zielen, ons mensbeeld, de vrijheid, de eenheidsgedachte, de gelijkwaardigheid van de mens, het mededogen heeft gevormd, die meent dat in die 2000 jaar dat christendom hier in Europa bestaat, ondanks dat het vaak is aangevallen enzovoort, maar dat het eigenlijk maar in één periode wezenlijk op het spel stond. Gevaar dreigde. En dat was in die periode van de nazi's, zegt hij. Want die nazi's die wilden wel bewust van al die christelijke waarden af. Die wilden van God af. Die wilden zichzelf boven goed en kwaad stelden. Die ontkenden de fundamentele eenheid van de mensen. Ze wilden God het zwijgen opleggen. De opstand van de horde. Revolte tegen God zelf. En misschien is dat dan dus de diepste grond om te kunnen denken dat Keulen, Dresden, Hamburg het resultaat waren van een door God geveld vonnis. Nou goed, wie overzicht wil, wie in zijn geloof niet verbijsterd wil raken, wie God op huis, tuin en keukenniveau al lastig genoeg vindt om mee om te gaan, die moet God maar losmaken van al deze gedachten en van de geschiedenis en van wat daarin gebeurt. Je kunt eigenlijk ook wel dus recht tegen de dichter van Psalm 9 in zeggen, God is niet in die geschiedenis, die voltrekt zich buiten God om. Ja, dat kun je zeggen. Maar dan verkondigde die oude Duitse boerin dus dwaasheid. En zo ook Bonhoeffer, de martelaar. En dan hadden de jongens van die day het, wat God betreft, net zo goed kunnen laten. En terwijl ze stikten in hun angst en verzopen in de zee of stierven op het strand en riepen om hun moedertje en om God, had deze laatste dan blijkbaar andere dingen aan zijn hoofd. Maar ja, dat God zo zou zijn, daar wil de dichter van Psalm 9 dus absoluut niks van weten. Amen.
Vorige week is op de leeftijd van 83 jaar de heer Zacharias van der Linge overleden. Kort na het sterven van zijn vrouw Agnes. Zij woonden op de Lindegracht in Monnikendam. Rias is in het Jaap van Praaghuis in Purmerend overleden. In 1967 begon hij het mechanisatiebedrijf op het Galgeriet, een bedrijf dat nog steeds bestaat. Mede door dit bedrijf behoorden Rias en Agnes tot bekende Monnikendammers. Zij waren geen kerkgangers, maar wel bij de kerk betrokken. Wij zijn een moment stil om hen te gedenken en allen die in liefde met Zacharias en Agnes verbonden zijn. Toen de leerlingen Jezus in gesprek zagen met zijn vader, zeiden ze: Heer, leer ons bidden. En hij gaf ze het gebed dat bij ons bekend is als het Onze Vader. Laten we in gesprek gaan met God. Laat ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. Laten wij in een korte stilte deze woorden tot ons doordringen. Hemelse Vader, als nooit tevoren in ons land is ons eten er? Hebben we een dak boven ons hoofd? Een bed? Warmte in de huizen? Riolering? Pensioenen? Is er kennis van doktoren? Onderwijs? Hebben we vakanties in verre oorden? Als nooit tevoren worden we oud en vullen onze huizen. Zijn we verzekerd tegen rampzaligheid? Als nooit tevoren in de geschiedenis van ons land zoeken we zelf ons geluk. En wat zijn we nu? Blij als nooit tevoren? Tevreden? Gastvrij voor wie vluchten moest? Eerlijk als nooit tevoren? Dankbaar jegens u? Looft uw volk als nooit tevoren uw heilige naam? Hemelse Vader, leer ons uw goedheid te onderkennen en ernaar te leven. Wij bidden u voor wie werken in de ziekenhuizen, de verpleeghuizen en de thuiszorg. Om goede moed, om de lange adem en om de waardering die hen als op vleugels draagt. Wij bidden u voor onze zieken, om kracht, voor wie sterven gaan, om vrede en vertrouwen. Voor wie het leven te zwaar wordt, om verlichting en hulp bij het dragen. Wij bidden om rust en vrede voor hen die gestorven zijn,
dat zij nu leven in het volle licht van Christus. En voor hen die wij vandaag in onze intenties met naam willen noemen. Bidden wij voor Nico en Ans Steeman Kerkhof. Voor Nico Greuter. Voor Gerrit Water. Voor Co Vermeulen. Voor Martien van Gelderen. Voor Henk van Rijn. Voor Agnita Stallenberg-Blok. Voor Henk van Wijnbergen. Voor Zacharias van der Linge. En voor Agnes Vermeulen. Wij bidden u voor uw kerk hier. En zoals ze overal over de wereld is verspreid. In het bijzonder bidden we voor de kerken die vervolgd worden om de naam van Jezus. Wij bidden u voor onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima en voor hun gezin. Voor onze regering, onze gemeenteraad, de burgemeester en wethouders en allen die in dienst van onze overheden hun werk verrichten. Wij bidden u voor de wereld. Om uw geest in de harten van ieder, om alle boosheid te overwinnen en te komen tot een nieuw begin. Geef vrede, Heer, geef vrede. Wij bidden u voor hen voor wie de oorlog nooit voorbij gaat. Door verdriet, door angsten, door boze dromen die nooit voorbij gaan, maar altijd weer opspelen in de harten. Wij bidden u voor wie tegenstander waren, fout waren, verraden hebben. Hemelse Vader, wij danken u om Christus, verrezen uit de dood, uw belofte voor al uw kinderen. Wij danken u voor de vrede waarin wij leven, voor vrijheid en recht. Wij danken u om ieder mens die het kwade in zijn leven wil overwinnen door het goede. Wij danken u voor Europa, voorheen terrein van twee wereldoorlogen. Voorheen een continent vol fascisme en rassenwaan. Voorheen een woestenij van afgebrande steden. Nu in samenspraak, in vrede, op zoek naar gezamenlijkheid, een eigen inbreng in deze wereld, een eigen ziel. Wij danken u voor al die momenten dat uw geest ons in dat alles heeft geholpen. Geprezen zij uw naam, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heer die zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.
Thank you.